lang niet meer samen gewerkt. Dus ik dacht, ja, weet je, ik heb nu de mogelijkheid om hem uit te nodigen. Dus we doen het gewoon. Op dit moment zijn de tafels heel erg hot. Je hebt de herfsttafel, je hebt de wintertafel, maar je hebt natuurlijk ook de kersttafel. Nou ja, aangezien het hier zo groot is, ga ik de grootste kersttafel maken die ik ooit gemaakt heb. Niet alleen binnen, ook buiten bij de entree heeft hij dus grootse plannen. Twee grote verlichte kerstbomen en een wintertafel komen precies in het zicht, zodat de tafelgasten in de serre van een mooi uitzicht kunnen genieten. Kijk, de eerste kerstboom, daar zitten de lampjes al in. Nou, alle ballen nog natuurlijk. Kijk, deze heb ik inmiddels ook af. Die amarillissen die staan op steekbussen, die zitten vol met water. In die amarillis heb ik een Spaans rietje, zo'n bamboestok gedaan. Dat is juist om te voorkomen dat ze gaan knappen. Maar die moet je op het water zetten. Voor de rest staat het allemaal op steekschuim. Zo is ook die chrysanthemen. Nou, chrysanthemen met de kerst, dat hoort erbij. Die blijven heel lang goed. Ik heb die hele donkerrode speciaal genomen. Dan moet je kijken hoe mooi dat kleurt. Chrysanthemen denken er simpel over, maar het is een bloem die altijd aanwezig moet zijn. Rob is natuurlijk de koning van de tuinen, maar hij is zeker ook de koning van de kerstversieringen. En dit landgoed Avengoor is een koninklijke locatie, want het dateert uit de 14e eeuw, maar het is in 1648 gekocht door stadhouder Willem II. En het is tot 1800 altijd in het bezit geweest van de familie van Oranje. En dan kan je je wel voorstellen, die waren hier aan het jagen op wild, op zwijnen, op fazanten, op konijnen. Nou, noem maar op alles wat er hier wild op het landgoed rondliep. Dat werd wel afgeschoten. En daarna werden natuurlijk grote bacchanalen gehouden hier, hè. Nou zal het geen bacchanaal worden, maar ik weet wel zeker dat het zeker dankzij Rob en zijn team hier een waanzinnig kerstfeest moet. If you've done everything you should, just special good. He'll make this December the one you'll remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is here again. Marillissen die hangen allemaal, dat is natuurlijk een heel gek gezicht. Maar we gaan nog iets geks doen. Ik heb hier van die reageerbuisjes, die heb ik bovenin vastgemaakt. Water erin. En daar doen we dan één bloem in. Of we combineren het. En deze die is echt leuk, hè? Dit is de Asclepia. Noemen ze de zijdebloem. De Asclepia Beatrix. En dat is niet voor niets. Hij is oranje. Kan niet missen. En als je goed kijkt, dan lijkt het net het kroontje. Dat is toch ook heel erg bijzonder? Die ga ik hier zo inzetten. Moet je eens even kijken hoe leuk dat is. Die oranje kleur. Ja, hoort dat met kerst, kan je je afvragen. Nou, ik denk het wel. Eigenlijk zou die bij het voetbal horen. Nou, dat kunnen we de komende tijd wel vergeten. Dus het wordt gewoon een kerstbloem. We gaan die kerstbomen die er komen alleen met kerstballen doen. Oké. Okay. Ik dacht gewoon in zilver, goud, een beetje wit. Ja, nee, dat vind ik ook, ja, mooi. En nou ga ik jouw stofjes laten zien, want de tafel is voor 20 man. En wat ik nou dacht, als je nou begint met de basis van petrol. Ja. En dan leggen we dan op een gegeven moment gewoon dit overheen. Want goud hoort erbij. Nou, ik vind dit is een hele hippe tint in het interieur. En dan vind ik ook wel leuk dat we de kerst een beetje hip maken. Ja. En zeker met dat goud vind ik het heel chic overkomen. Dus ik heb toestemming? Je hebt toestemming. In de keuken is het ook een drukte van belang. De brigade is geconcentreerd aan het werk. Oké, okay, op naar het voorgerecht. Oké, bordchef. Kijk, rivierkreeftjes, ecriveetjes. Gaan we een heerlijk salade van maken. Een soort garnalen cocktail, nieuw stijl. Maar dan met de rivierkreeftjes. Ze zijn heerlijk zoet. En zeker. Lekker met die avocado, die rucola erbij. Appelbeignetjes. Ja, dat wordt helemaal te gek. Je moet ze pellen en dan langzaam laten garen. Dan blijven ze nog lekker sappig. We zijn een bakbeslag aan het maken. Bier, bloem en stijf geslagen eiwit. Dat is één ding wat belangrijk is. Als je eiwit gaat opkloppen tot stijf, zorg eerst ervoor dat je bekken vetvrij is. Dat doe je met een citroentje. Vetvrij maken. Klein beetje zout toevoegen. Gaat het eiwit mooi sneller schuimen. Wordt die stevig. En dan kloppen. Heel hard kloppen. En als je chef bent, dan geef je het aan iemand anders. En zeg je kloppen. Kijk, is prachtig, hè? Dit is de lucht in je beslag. Hier gaan we die appelbeertjes gaan we er doorheen doen. Die gaan we lekker frituren, kort. Mooi krokant jasje krijgen ze dan. Kom bij die avocado. Rivierkreeftjes. Huh? Zoet, zuur, zout, knapperig. Heerlijk. Ja, alles zit erin. Combinatie. Ja, goede combinatie. Alles zit alles erin. Alle smaken bij elkaar. Kijk, dit zijn mooie sparren. Noordman sparren. Prachtig blauw aan de onderkant. Nou zijn dit extra mooie, want die sparren die worden als jong plantje uitgeplant. En dan beginnen ze te groeien en dan kunnen ze een schot maken van een meter. En dat is zonder een zo'n kale boom. Deze bomen die remmen ze een beetje in de groei. Wat krijg je dan? Dat die kortere loten maakt en veel dichter is. Ze zijn allemaal even mooi die ik hier neerzet, hoor. Als je dan toch op de Veluwe bent, moet je wild spotten. Zeker als je Piet heet. Hij treedt in de voetsporen van onze koninklijke familie, want die is hier regelmatig te vinden.
Met boswachter Chantal bezoekt hij kroondomein Het Loo in Apeldoorn. Hier kun je damherten van dichtbij bewonderen. Oh, te gek. Kijk, daar zijn ze. Ja. Wauw, het is een grote kudde. Zeker weten. Hey. Dag hertjes. Ze zijn heel tam, hè? Ja, deze zijn heel tam. De damherten die dus in een kamp worden gehouden, die zijn dus vaak tammer. Ja. En echt in een vrije natuur, in een vrije wildbaan, dan zijn ze vaak heel schuw. Dan, ja. Zodra ze je zien, dan zetten ze gelijk op en lopen. Dan zijn ze weg, hè? Ja, maar deze niet. En deze zijn tam omdat ze gevoerd worden ook? Ja, onder andere. Ja, ja, we lopen heel vaak met kinderen, ook met rondwandelingen. En die voeren dan de damherten en die eten ook uit hun hand. Dus ja, voor de kinderen, die komen dan zo dicht bij de natuur. Wat normaal natuurlijk niet kan. Nee. En hier kan dat wel, dus dat is helemaal fantastisch. Ja. Bij damherten is het zo dat rond eind april, dan werpen hun het gewei af. En dan groeien er ook weer nieuwe, binnen een paar maanden groeien ze weer aan. Ja. Dus in april werpen ze af en dan augustus, september dan vegen ze. Want het gewei komt in een soort van fluweelachtig huidje. Dat betekent dus dat hij al aan het groeien is. Ja. En zodra het gewei klaar is, dan vegen ze dus dat basgewei eraf. En dat eten ze ook weer op. Dat eten ze op? Ja, dat eten ze op. Die huid? Ja. Okay. Ja, er zit zoveel kalk en mineralen in dat ze weer nodig hebben. Ja. Dan eten ze het op en dan zijn ze klaar voor de bronst. En het vertakt steeds meer, toch? Ja, steeds groter, ja, elk jaar wordt het weer groter. Totdat ze echt bejaard zijn, dus dan zijn ze echt al tegen de 20 jaar oud. Dan zul je ook zien dat het gewei weer kleiner wordt. Oké. Okay. Ja, want dan hebben ze al min. Dan weten ze gewoon van, nou, tijdens de bronst hebben wij geen kans meer. Nee. Het gewei heeft eigenlijk niet heel veel nut meer, dus dan wordt het toch kleiner. Ja. Ja. En buiten die bronst is het wel harmonieus? Ja, buiten de bronst dan lopen vooral de heren bij elkaar, dus de bokken. Ja. En de hinders die groeperen dan met elkaar. Vooral als de kalveren geboren worden, dan zul ik echt zien dat ze echt gewoon één grote groep vormen. En zodra dus de hinders bijvoorbeeld gaan eten, dan is er altijd weer een hinder die op die kleintjes past. Oh, dat wisselen ze af? Ja. Een soort, ja. Oké, wat leuk.